droomde al lang van. Ah, je komt van balkon. Ik kom van balkon, ja. Maar wel, je komt maar naar beneden. Maar ik denk maar in om maar naar beneden te zeggen. Dan kan je. Daar is een leurtje. Ja, dames en heren, geef ze een applaus. We hebben een gewonnen. Mijn naam is Keus. Keus? Ja. Met de K van Koe. Met de K van ja. Koe en de rest dan van onder. Straf me dan, hè? Misschien is het wel leuk om u aan te spreken met uw voornaam. Ja. Ja. Ik heet Mariette. Dames en heren, Mariette. Mariette. En op de bed van ons Mariette, daar hebben ze het goed keus op gezet. Maar misschien is het wel leuk om te weten wanneer ben je geboren? Op mijn verjaardag. Ja, maar welk jaar? Elk jaar in een keer. Ja. Laten we misschien vertellen iets over jezelf. Wat doe je? Wat doe je? Ik ben nu aan het klappen mee. Ja, maar die weet je. Wat doe je van werk of hobby of zo? Ja. Ik heb 6 huizen. Amai! Ja, maar dat ga keuzen. Familieraad, ken ja, het? Ken ik ook, komt terug, dat was vroeger ook. Ja, 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 dat komt terug, familieraad. Ja, maar ik ken ook familie, dat komt ook terug. He. Ja. Dat en dan de tijd van ons van het zijn. Ik ga zo, ik uitleggen van Mas. Maar die heb ik al lang niet meer. Moet dat voor dat spel? Nee. Vergeet de regels. Oké. We gaan meteen van starten met de eerste vraag. Ja. Bent u er klaar? Ja, ja. Ik vraag aan het publiek om niks voor te zeggen, ook al kent u het antwoord. Zij moet het antwoord geven. Hè? Blijf Mariette, ja. Eerste vraag. Noem mij 3 plaatsen waar ze zeggen goodbye. Ik zeg salut. Ja. Dat is ook goed, maar het zijn plaatsen waar ze dat niet verstaan. Bijvoorbeeld in Amerika of in Engeland, daar zeggen ze goodbye. Waar zeggen ze nog goodbye? De tijd gaat in. In Antwerpen. Jawel. Ik heb eens ooit een vent gehad en die zei tegen mij, doe dat slinken eens op zaak, want ik kan er niet goed bij. Welk
lichaamsdeel kan tot 7 maal groter worden.
zijn voornaam? Ja. Jean. Jean-Marie de Dekker. Nee! Nee, dat is de judoka, het is de voetballer. En Jean-Marie is al juist. En als ze eet, dan zit hij... En een vrouwenslipje, daar kun je niet mee voetballen. Fantastisch!